Nou, dat hoor ik niet hard genoeg. Volgens mij kan dat nog veel harder. Hebben jullie er zin in? Kijk. Dat is heel belangrijk. Wat uw functie is hier in de gemeente Leiden. Ja, weten jullie wat ik ben? En waaraan kun je dat zien? Aan de ketting. Ik ben de burgemeester. We hebben het Marenland. We hebben de tweemaster. En we hebben de meerpaal. Kinderen in verschillende kleuren t-shirts met de symbolen van de stad en de symbolen van de koningsspelen. Ja, dat is echt heel leuk. En alweer de vijfde keer? De vijfde keer. In 2015 kwam de koningin, zelf om het te openen. Nou, en omdat het iets lustig is, vond ik het wel leuk om hier zelf bij te zijn. Met een dansklas op de tribune en de burgemeester die opent. Dus nou, hoe mooi kunnen we het hebben? Is het nou een record aantal overlijden? Het is geen record aantal overlijden. Daar komt in dit geval dat een basisschool zeg maar, niet meedoet, bijvoorbeeld de Lorentzschool. Die kiest er dit jaar voor om eigenlijk niet mee te doen. En ja, omdat het een hele grote is, scheelt dat in aantallen. Inderdaad, dit jaar ruim 7700 deelnemers. Wel hetzelfde aantal velden, 40 voetbalvelden, 31 schoolpleinen. Ja, het is wel een flink aantal. Nee, Gouda, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Eigenlijk om te kijken hoe wij nu hier de opening doen. En zometeen ook het verhaal te vertellen hoe dat een beetje in elkaar zit. Omdat ze dat eventueel zouden kunnen overnemen, een soort kopiëren en dan aanpassen aan hun gemeente. Om dat ook weer in te zetten. Nou, en alles staat in dienst eigenlijk gewoon van koning spelen. Hè, dat wij Leiden een afdeling zijn, dat snap ik. Maar jongens, het is gewoon een mooi product. Kinderen een extra beweegmoment. En we doen het tenslotte voor al die kinderen. Doe het, hè?